Hi, mijn naam is Irina Hoffer. Mijn bedrijf heet Gebarenrijk en ik ben presentatiecoach. Nee, ik ben niet de perfecte presentator, maar ik kan jou wel leren beter te presenteren. En hoe doe ik dat? Ik let op 4 dingen. Dat is lichaamshouding, je mimiek, je stem en doeltreffende gebaren. Deze allemaal samen zorgen ervoor dat je je verhaal beter kan vertellen, zodat het goed overgedragen wordt op je publiek. Vandaar Gebarenrijk. De komende weken geef ik je graag een paar tips. En ik denk dat je ze eigenlijk wel weet, hè? Ik weet wel waar ik op moet letten. Maar het is goed om er weer even bewust van te zijn. En daar help ik je graag bij. Tip nummer 14 heeft weer te maken met je stem. En dat gaat erom dat veel mensen eigenlijk ook wel een presentatie houden met informatie vanaf een laptop, op een computer. En dan gaan ze voorlezen. Het nadeel daarvan is dat het vaak nog wel eens een beetje gebeurt dat je gewoon de dingen voorleest en dat dan zit je te kijken. Maar ook je stem gaat wat vlakker klinken, wat monotoner. Want voorlezen is ook een vak. Voorlezen is niet praten, is niet vertellen. En meestal ga je dan wat monotoner praten. Terwijl intonatie om het verhaal te volgen voor een publiek heel erg belangrijk is. Dus let erop. Als je aan het voorlezen bent, als je gebruik maakt van tekst, zorg dat je even goed het verhaal vertelt met mooie intonatie. Zo, dit was de tip. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Je mag hem delen, geen probleem. Juist heel erg leuk als je dat doet. En denk je in de toekomst misschien een keer van, ik heb een presentatie, ik wil eigenlijk wel iets verbeteren in de manier van vertellen, de manier van presenteren. Aarzel niet, neem gewoon contact met me op. Dan kunnen we overleggen of ik iets voor je kan doen. Lijkt me hartstikke leuk. Hier is mijn e-mailadres en mijn website. En ik hoop tot ziens. Doei!